Iets heel anders dan. Bij Showband 75 uit Leidschendam is paniek uitgebroken. Want per 1 juni moeten ze verhuizen. En ze hebben nog steeds geen nieuwe plek gevonden waar ze ongestoord kunnen oefenen. Help, 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 stond er bovenaan de noodkreet van de 15-jarige Twan Sprenkels. Waarom? Het clubhuis van zijn showband wordt binnenkort gesloopt. En een vervangend onderkomen vinden lukt niet, want daar worden nogal wat eisen aangesteld. Als je het slagwerk neemt, dat is gewoon echt enorm veel kabaal als je dat alleen hoort. Ook in een kleine ruimte, dan moet je gewoon ook met oordoppen spelen. En we moeten opslag hebben voor de instrumenten, opslag voor de uniformen. We willen het liefst ook waar je iets kan drinken, dus een soort bar of zo. En we moeten minimaal 2 zalen hebben voor het blaaswerk en voor het slagwerk. Stel je voor dat de gemeente per 1 juni geen ander gebouw heeft gevonden. Jullie hebben geen andere plek gevonden. Wat moet er dan gebeuren? Dan moeten we waarschijnlijk helaas stoppen. Wat ik heel jammer vind, want het is echt mijn lust en mijn leven, muziek maken.